Hier even de opstelling voor als we zo live gaan. Hè? Voor eentje voor YouTube, eentje voor Instagram. Hey Evie, gaan we even klikhaapje doen? Ja? Oké. Okay. Het schijnt dus vandaag Nationale Kaasfondue-dag te zijn. Ik weet niet of het echt is. Welkom bij deze nieuwe weekvlog. Het is maandagochtend, 11 uur. En ik ben alleen. En het is super raar, want Evie is natuurlijk altijd thuis. En ze is nu voor het eerst, zeg maar, een dagje naar Iorits moeder. En die gaat nu elke week als het goed zal passen. Waarschijnlijk elke maandag. Dus dat is voor het werk wel fijn, maar het was wel even wennen. Het is heel gek om alleen thuis te zijn, dat ben ik dus eigenlijk nooit meer. Dus even er is. Maar goed, het werken gaat wel lekker snel en dat is heel erg fijn. Dus ik ga snel weer door. Hallo! Hallo! Daar is die weer! Moeten we nog even eten? Live? Ja, sorry, maar ik heb gewoon even geen zin. Jij wel? Ik heb ook de hele dag gewerkt nu. Hè? Ik heb de hele dag gewerkt, ik was alleen. Ja, oké. Okay. Wanneer gaan we weer eens live dan? Morgen. Ja? Of ook niet? Nou, we gaan het even bekijken. Beter in het weekend, als je gewoon niet de hele dag hebt gewerkt. Dat we dan het ook gingen aankondigen. Dat mensen er misschien van tevoren al vast wat vragen konden. Dat is ook wel leuk, ja. Een fotootje plaatsen we dan even. Wanneer komt deze online, donderdag? Nee, deze niet. Deze komt pas volgende week, deze vlog. Ja? Dit wat ik nu film, het is nu maandag, hè? Nou, misschien gaan we dan ook wel weer live dat weekend. Mocht je nou nog een vraag aan ons hebben... Ik weet niet of het dit weekend gaat lukken, hoor. We hebben druk, hoor, dit weekend. Ja, okay. Nou, we gaan binnenkort vast wel weer een keer live. Ja. Mocht je vragen, en ik mag hem nu al vast stellen. Je mag vast je vraag stellen. Misschien beantwoorden we hem al meteen in de comments, maar misschien ook niet. En beantwoorden we hem live in onze volgende live show. Live show. Aan tafel bij Lekker en Simpel. Ja. Hallo allemaal. Ik zal even hier een stukje mee filmen. Het is dinsdag. En, oh, hij is leeg. Ja. Snel. Oh, dit is echt zo irritant. Wil je weer een keer filmen? Zie je altijd leeg, zo je zien. Wij gaan burrito bowl eten. We gaan zo live ook. Hallo allemaal. Ja, we gaan de burrito bowl eten en we gaan zo live. Dus dat. Op Instagram, hè? En ook misschien wel op YouTube als dat lukt. Oké, nieuwe batterij. Tweede ronde. Nieuwe kansen. Oké, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ik heb 3 receptjes gemaakt. Ja? Laatst werd altijd echt druk en wat minder tijd om te werken. Tenminste, ja, met Evie is het natuurlijk gewoon soms wat lastiger. En dus ik liep een beetje achter met de recepties. Ja, door die 2 stukjes er dan ook. Ja, en dan nog daarnaast ook. Dus gisteren moest ik ineens wat dingetjes maken voor vandaag en morgen. Want nu gaat het wel weer bezig. Ja. En heb ik nu tot en met... Gisteren dingetjes maken voor... Oh, ja. Ja. Ik wou zeggen, want gisteren... Ik zit de hele tijd zo te filmen, heel irritant. Wat er gisteren online kwam, dat had ik gemaakt. Ja. Ja. Dat is ook eens voor het eerst. Nee. Ja. Oké. Okay. Maar goed, we zijn dus nu gefilmd dit even. Ja, wacht even. Hier even de opstelling voor als we zo live gaan. Hè? Voor eentje voor YouTube, eentje voor Instagram. Ingewikkeld hoor zo. Ik ben benieuwd of dat wordt. Ik ben benieuwd, want we gaan nu wel op een beetje een gek tijdstip. Maar het is natuurlijk wel het is aan tafel bij Lekker en Simpel, hè? De rubriek, zeg maar. Zo. Maar je bent de mensen zitten nu waarschijnlijk zelf aan tafel. Ja. Zullen dus we gaan doen? Moet de reis niet nog even staan? Is Kleine even aan het doen? Het vliegtuig in de lucht? Het is nog wel aan het spelen. Die ligt net op bed. Hopelijk mogen we van Evie ook even live. En dit is het eindresultaat. We hebben vegetarische kip gebruikt. En nu gaan we filmen. Jort is natuurlijk nu even alles door elkaar aan het roeren. Kaas het is echt erop. Een potje van gemaakt. Het ziet er niet uit. Ha ja. Jij bent lekker. Als lekker. Ja. Hij moet nog even scherp worden. Hoe doen we dat? Nou, zijn we weer. Nu weer op deze camera. We zijn net live geweest op YouTube en op Instagram. We hebben bijna 50 minuten te kletsen, maar dat is wel leuk, allemaal leuke vragen en dat is gewoon echt heel geinig. Maar we kakelen wel als kippen zonder koppen. Ja, dat moet ik nog even zeggen. We moeten het iets beter voorbereiden, iets beter aanpakken ook. Ja, ten eerste konden onze telefoons ook helemaal niet. We doen ook maar wat. Ja. Maar we kakelden af en toe ook een beetje veel door elkaar en gingen een beetje snel door de vragen heen. Dat was misschien een beetje
een lesje voor de volgende keer. Maar dat komt omdat we zaten voor het eerst ook op YouTube live. Ja, en we wisten allemaal niet zo goed hoe het werkte. Nee, en het leek alsof die vragen verdwenen. Die verdwenen echt in een seconde. Dus we moesten heel snel kijken en dan wilde hij heel snel antwoord geven. Van, straks missen we net. Ging allemaal niet zo handig. Maar goed, maakt niet uit. Daar hebben we ook weer van geleerd. Dus volgende keer beter. Dus kom weer gezellig kijken als je het leuk vond. Nou, gaan wij nu even opruimen. Ja, maar met mensen hier hebben het misschien wel... Oh jawel, dat kan wel. Je kunt het misschien op YouTube gezien hebben. Misschien heb je het gezien en misschien komt hij nog online. Want... Als het goed is wel, Marco. Want er komt de foto al een beetje ervoor. Verwerken. Nou, ik ben benieuwd. Als het goed is, komt hij ook nog op YouTube te staan. Oké, gaan nu even opruimen. En even zo wakker maken. Doei. Hey. Nee, er zit volgens mij net een nieuwe batterij. Hey Evie, gaan we even lekker happy doen? Ja? Oké. Dit is, heb je verteld dat het al iets beter gaat? Met de groeten gaat het al iets beter, Maar we gaan ze al een hele tijd niks verteld. Nee, misschien kunnen we dat beter eerst even doen. Zal ik even vertellen waarom niet? Ja. Hier, vertel maar even, dan kan ik ondertussen even... Ja. Nou, de vlogcamera lag boven. Dus elke keer als we gingen eten en... en dan is Evie te slapen, hè? Ja, precies. Ik dacht, en die trap kraakt super erg. Ja, en ze is dus al wel eens wakker geworden, want wij zijn allemaal afgelopen. Ja, dus we dachten, weet je, vervelend voor die camera. Maar, zie ik daar een vies gezicht? Oeh, wat is die ogen. Het is een beetje zuur of zo. Wat krijgen ze nu? Wortel en... Mango. Wortel en mango. Evie is echt gek op mango. Ja, volgens mij wel daar. En brood. Ze eet ook al twee boterhammen tussen de midden. Evie, ik heb alweer genoeg van jou. Is hij nog goed? 30 mei. Het schijnt dus, hè? Ja? Ik weet niet of het echt waar is. Lekkere wilde kapsel, wilde haar. Lekkere wilde. Ik zo nog in beeld ben ook, hè? Ik ben heel klein, mag ik? Hallo, hallo. Hallo? Nou, dat is niet zo raar. Hallo? Het schijnt dus vandaag. Ja? Het schijnt dus vandaag. Nationale kaasfonduedag te zijn. Ik weet niet of het echt is. Ik had het ergens gelezen. Ik weet ook niet wie dat verzint eigenlijk. Dat vandaag. Nee, dat kan ik ook wel verzinnen. In ieder geval, wij doen er graag aan mee. Of het nou wel of niet waar is. Wij gaan er. Wij gaan kaasfonduen. Ja. Wij hebben altijd kaasfondue zonder wijn erin. Hè? Ja. Hebben we dat al wel eens verteld? Nee, een beetje. Maar ze zijn eigenlijk echt nep kaas van duur, volgens mij. Ja, ik vind die met wijn ook wel lekker. Nee, vind ik niet lekker. Veel wijn, maar een beetje wel lekker. Maar jullie willen wel niet, hè? Nee, vind ik echt niet lekker. Dus wij hebben gewoon altijd een soort kinderkaas van duur. En dat is heerlijk. Worteltjes, aardappelpakketjes en vooral lekker veel brood. Dit keer geen vlees. Dat hebben we niet en we doen eigenlijk even een snelle zondag kaas van nu. Dit is een lekker vlogje. Zit allemaal. Ja, voorbereid deze kaas van nu. Airfryer is warm, dus de. Zitten de broodjes er al in? Nee. Oké, broodjes gaan er nu in. De aardappelpakketjes gaan erin. Ik zal even de camera wegleggen, dan kan ik ook wat doen. Zo, dat ziet er lekker uit. Het eten of ik? Allebei natuurlijk. Ik bedoelde eigenlijk het eten, maar het ziet er lekker uit. Even een fotootje maken. Ja. Van mij mag het elke dag wel nationale kaasfonduedag zijn. Oké. Mag ik even een boemerangetje doen? Ja. Wat is nou aan dat? Couscous eten we met falafel. Vandaag, maandag, Evie was bij opa en oma spelen, hè? Ja, jij hebt lekker gekookt. Vier receptjes maken, onder andere dus deze falafel. Heel goed. Die gaan we nu eens even lekker opeten. Hè? Sokken op tafel, pardon. Nee, dat zijn kleine sokjes, dan weet ik al van wie ze zijn, ja. Dan is het opeens niet erg, hè? Terwijl als jouw sokken daar zouden liggen, zou ik echt denken, gat, wat doet dat hier? Oké, dus wij gaan eens even lekker eten. Ja. Deze week gaan we vast nog wel een keertje live, denk ik. We hadden eigenlijk gisteren live gemoeten bij het kaasfondue. Was natuurlijk wel leuk geweest. Ja. Op Nationale Kaasfondue Dag. Waar was dat nou gisteren? Want
Nee, dat was volgens mij... Ja. Ik had het dus op Instagram gezien, maar blijkbaar was dat een berichtje van eerder of zo. Nee, je had het op de Telegraaf gezien. Nee, op Instagram. Oh, oké. Maar blijkbaar was dat een berichtje van eerder, dus dan had ik blijkbaar oud nieuws zitten lezen. Maar goed, smakelijk hè. Hallo, het is vandaag... Wat is vandaag? Donderdag. Ja. Heerlijk weer. We zijn even schat geweest en we gaan barbecuen weer voor het eerst dit seizoen. En ik ben nu Evie een hapje aan het geven, maar ze is nu de hele tijd zo aan het doen dat ze de mond vol heeft. Ze zit al helemaal onder en de voeten gaan gewoon in de mond terwijl ze aan het eten is. Dus, ze maakt het me erg lastig. Hé, hey, kleine Durek. Maar het gaat wel goed hè met de groenten, of nu natuurlijk niet meer. Oh ja hoor, lekker. Lekker, hè? Ben je lekker bezig? Komt ie weer? Oh, ja, klaar? Even je erin houden. Vind je het mooi? Vind je het interessant? De camera? Vind je de camera interessant? Niks te vertellen, niks te vertellen. Ook niet dat we al dagen weer niet hebben gevlogd, want het is inmiddels zondag. Dat kun je. We eten weer eens een burrito bowl. Nee? Zoals wel vaker op zondag trouwens. Nee. Ik heb al kip. Vegetarisch kip. Vegetarisch kip, ja, hier zo. Daar waarom zit een drie stuk van die reepjes? Ik heb nou vertellen dat een vegetarisch kip over datum is. Dus je durft het niet aan. Nee, dan hoef ik het niet. Je neemt maar drie, dan, ja, maar dan moet je helemaal niet, maar nog wel. Ik ga toch aan die drie reepjes dan nemen. Oh, sorry. Maar het vloggen gaat weer heel slecht, jongens. De afgelopen tijd hebben we wel gebarbecued, kan ik nog even vertellen. Daar zijn wel foto's van. Ja, en wat, kijk. Ja, maar wat, mijn moeder kan barbecuen. Daar, een fotootje. Pling, pling, pling. Dat is een vinger trouwens. Wat doe je dan met dat pling, pling, pling? Voor het fotootje. Dan kun je die zo mooi erin knippen en plakken. We gaan nog even lekker in de tuin eten nu het nog kan, want dat schijnt vanaf morgen weer even voorbij te zijn. En verder hebben we de afgelopen dagen gewoon lekker van het weer genoten, gewerkt en van het weer genoten. Pak hem er gewoon even bij hoor. Zo. Dit is het eindresultaat. Zo, heb je hem eens gevonden? Ik heb hem gevonden, hij lag hier toevallig. Ik denk, pak hem er gewoon meteen even bij. Jij dacht dat hij boven lag, hè, de kamer. Ja, daarom, daar niet. Gaat het dus allemaal al mis. Maar goed. Zo goed, we gaan dit dus nu even eten. Lekker. Een hoop inpakpapier. Dat is leuk. Ja. Zo. Oh, kijk eens aan. Zien we? Ik zie allerlei.